Tegenwoordig lijkt er bijna iets mis met de Nederlandse keuken: aardappelen, groenten en een stukje vlees. Terwijl het heel erg gezond is en ook erg lekker kan zijn. Hier laten we zien hoe je wortelen en pultjes klaarmaakt. Daarvoor schraap je eerst de wortelen. Vervolgens snij je ze in stukken. Die zet je op met een klein beetje water en zout. Na 4 minuten voeg je de pultjes toe. Maak die wel eerst schoon, dus haal de uiteinden ervan af. Dat kook je nog 4 minuten. Dan zijn alle groenten beetgaar en dan zijn ze niet tot snot gekookt. Dan giet je ze af en serveert ze met een beetje boter.